Mevrouw Timmertip, die houdt nogal van voetenbankjes. Nou, had ze zo'n voetenbankje en daar gebruikt ze ook wel om dingetjes op te leggen, om te draperen, dat het mooi wordt. En ik heb dat toen een keer nagemaakt en nou zie ik twee van dit soort voetenbankjes met die latjes. Maar nou weet ik niet welke ik nou gemaakt heb. Deze ziet eruit alsof het meer... Het was een LTS-dingetje, hè? Dat moesten die leerlingen maken. En ik zie allemaal latjes die met inkepingjes in dat ding gemaakt hebben. Dat, ik denk niet dat ik dat zou doen. Al die inkepingjes. Dat is natuurlijk een goede oefening. En ze hebben hier een poosje met een rond... einde, is ook, een leuke oefening. En er zitten twee dwarslatjes aan die ook weer ingelaten zijn, gedeeltelijk. Dat maakt hem wel heel stevig. En ik denk dat ik deze gemaakt heb. En ik heb hier ook een soort figuurtje uit gesneden, ja, moeten gehakt. En ik heb die latjes, heb ik gewoon erbovenop gelijmd en gespijkerd, denk ik. En deze is iets breder dan deze. Kijk, deze is een stuk smaller. Dat is leuk voor één voetje. Maar dan kom je toch een voetje tekort, hè. Kan je er niet naast zetten. Dus dat is, die breedte vind ik wel goed. En ik vind het wel leuk om eens te maken. En dan te laten zien. Want door die twee onderlatjes die hier dwars zitten, maakt hij natuurlijk hartstikke stevig. Dit zou je ook kunnen maken door één brede in het midden. Dan zie je het ook niet ook. Maar dit zie je ook nauwelijks, dus dat is niet zo'n groot probleem. En je ziet het hier, ik heb helemaal geen dwarslatje gemaakt. Nou, en die is stevig hoor, daar kan je op gaan staan. Dus dat is een kwestie van smaak. En als je denkt, nou, er komt een olifant op te staan, nou, dan maak je toch een dwarslatje. Want hier kan je hier tussen, kan je ook een rond stokje, een stukje inboren. En dan lijmen, of met een spijkertje op de kop, er doorheen. En dan heeft hij ook weer extra steun. Maar ik zag er nog één, die, ja, die zal wel van een, zo'n tweedehands handel zijn. Deze is iets ingewikkelder ook om te maken, maar het is ook al een oud dingetje. En er zit een plankje in met wat stof eromheen, dat er hier klem in zit. En hij loopt een beetje bol, ik denk dat hier het midden wel schuimrubber zit. Misschien een beetje schuin weggesneden en toen klem erin gezet. Ik zie geen spijkers of verbindingen hier zo, dus het zit er zo klem in. Ik denk als ik hier op klop, dat hij daar... uitkomt. Nou, zal ik maar niet doen. En er zit hier ook een rond kantje aan. Nou, en die pootjes kan je met duivels of met kaakjes van een lamello-kaakjes aan elkaar lijmen. En ja, ik denk als je een pennen-gatverbinding maakt dat dat het sterkste is. Maar ja, hoeveel kracht heb je nodig? Dit voelt alsof je inderdaad verschrikkelijk sterk is. Maar dit is natuurlijk een klein tafeltje. Dan kan je een paar maten groter en je hebt een tafel. En dan kan je hier ook een plaatje in maken, dit dat die vlak is, of erop, eroverheen. En dan heb je gewoon een tafel. Maar dit is heel leuk. Ik vind het een schattig dingetje, zoals mevrouw Timmertip zo zegt. En de maten zijn vrij dik, dus je kan het lekker aan de gang gaan. En hier zit, denk ik, dat ze dat rond gemaakt hebben. Dat die gewoon lekker erin past. Dus er zit er nou een groefje. Ik denk het wel. Dat er aan de binnenkant een groefje dat zit. Dit kan je natuurlijk al van tevoren hier uithalen en dit stukje weghakken. Ja, hier ziet hij mooi rond. Het is verschillend. Dit lijkt haaks en deze lijkt meer rond. Ja, je kan het natuurlijk ook recht proberen. En als die stof een beetje
grof is, ja, dan wil die natuurlijk niet zo makkelijk in zo'n haakse hoek. En daardoor is dat ronde waarschijnlijk. Dus ja. En dat is een ouderwets soort stoffen lapje. Gewoon met spijkertjes aan de onderkant vastgespijkerd. En zo ingedrukt. Denk ik zomaar. Dus ik zou hem uit willen klappen. Ik ga het toch eens proberen. Of daar beweging in zit. Ik zie wel dat hij omlaag gaat. Ja hoor. Hier ook nou nog eens toe. Ja. Kijk, en doe ik dat aan één kant en is die andere kant er ook uit. Ja, gaat wel hoor. Ik ga er nog even een klosje in leggen. Nou. Als ik hier nou zo doe. En nou een klosje hier. Ja, daar komt hij. Ja. Het is door het verven is het vast gaan zitten. Kijk, nou kunnen we het goed zien wat hier nou gebeurt. Nou, plankje van 18. Ik zal dit maar niet eraf slopen, want hij moet er weer netjes in. Dit zijn inderdaad ronde kantjes. Met een sponnetje. Dat kan je gewoon zo namaken. Nou, het moeilijkste is om dit goed te krijgen. Zullen we daar deuvels voor gebruiken? Als je gewoon lekkere dikke deuvels kan je hiervoor gebruiken. Ik denk dat dat wel kan. En waarom, ik heb toen reclame gemaakt voor om alles te lijmen zonder deuvels en zo. En waarom wil ik hier nou wel deuvels? Omdat dit kopshout is en dit langshout. Die ontmoeting is niet zo sterk om te lijmen. Dus daar moet je toch een extra verbinding voor maken. Je kan ook, wat ik wel met ramen doe, eerst lijmen, gewoon recht. En dan hier doorheen voorgeboord gat en dan een schroef. En dan dichtmaken. Als je het verft, kan dat. Maar kijk, dat zijn allemaal keuzes die je hebt. Je kan ook een klein pennengatverbindingtje maken. Maar dat is veel meer werk. Daar heb ik niet zo'n zin in. En nou zit hier een sponnetje in. Dan kan ik de dikte van het sponnetje zit ik te denken. Nou nee, dan ga je ook aan de onderkant zien. Dat wil ik niet. Ik wil het echt zo namaken zoals dit het is. Ik denk dat je dan met deuvels doet. Dat is het makkelijkste. Of met een lamello-kaartje is het weer moeilijk omdat hier verschil zit in hoogte. Dat moet je weer gaan uitvissen dat het goed uitkomt. Ik denk dat een deuvel is het makkelijkste. Hij heeft het verbinding inwendig. Nou, en wat is nou nog? Dit zijn rechte latjes met een sponnetje. Dan kan je met een cirkelzaag uitzagen. Deze pootjes die lopen schuin toe. Nou, als je het goede hout hebt, kan je dat met de hand schaven. Marantihout schaaft bijvoorbeeld heel slecht. Dat kan heel warrig zijn. Het kan heel goed gaan, maar het kan ook heel warrig zijn. En aangezien je vier kanten moet schaven, kom je een keer op een warrig stuk uit. En je kan het ook zagen met net als een spiezaag op de cirkelzaag, kan je die kantjes ook zagen. Dan moet je dus wel weer een mal hebben. En ja, je kan het ook steken. Maar dan is het om daar, als je zegt van ik ben niet zo handig, dan moet je de goede houtsoort hebben. Dan moet je geen maranti nemen. Dan neem je bijvoorbeeld een mooi stukje vuurhout. Wat niet te warrig is. Dan kan je ook pech hebben met kwasten en zo. Maar dan kan je uitzoeken, zeg maar, kleine stukjes. Je zaagt eerst een pootje van zo'n 35 mm in het vierkant.
Dat is makkelijk te zagen op de cirkelzaag. En dan afkorten. En dan, ik zou het dan schuin zagen. Dat is het makkelijkste. Maar dan moet je wel allemaal een cirkelzaag voor hebben. Je kan natuurlijk ook uit de hand zagen, hè? Dat is even niet uitgesloten. Je kan zo'n scheefje, kan je, als je een goede, fijne kapzaag hebt, kan je dat gewoon afzagen. De lintzaag kan ook zo gezaagd worden op een lintzaag. Als je dat toevallig hebt, figuurzaag. Dus er zijn verschillende opties. Ik reken natuurlijk met mijn eigen dingen, reken ik, hoe ik dat ga doen. Zie ik hier nou een spijkertje? Nee. Ik dacht even dat ik daar een spijkertje zag zitten. Dus, ik ga geen tekening maken. Ik maak geen uitrekstaat. Dat vind ik niet nodig. Ik begin met hout van 35 bij 35. En dan ga ik kijken of ik wat lekker stekend en zagend en schurend hout heb. Dus dat kan van mijn randje zijn, maar dat kan ook van vuren. Ik denk niet dat ik veel vuren heb. Dat van 35. Het meeste wat ik in huis heb is gewoon, ja, of eiken. Maar ja, daar begin ik niet aan. Dat vind ik zonde. Dus ik denk dat het maranti wordt. En als ik dit nou toch ga zagen, dan maakt het allemaal niet uit. En ik moet een stuk hebben van zeg maar 15 x 4. Hier gaan er twee uit en ik wil hier kantjes, schuine kantje en hier schuine kantje. Dan kan ik namelijk op de cirkelzaag een plankje waar een hoekje uit is, kan ik hem zo schuin er doorheen zagen en draaien. En dan kan ik hem omdraaien en dan kan ik de andere kant ook zo doen. Nou heb ik hier al vier en ik heb er nog één extra gezaagd voor het geval dat er iets mislukt. Dan kan ik één als proef gebruiken. Als ik hier nou dit hier opzet. Ze zijn allemaal niet even gelijkmatig, zie ik. Dan ga ik dat even tekenen. Ik haal hem gewoon zo over. En de hoogte is dan zoiets. In de hoogte hier, klopt dat? Ja, dan heb ik over. Dat gaat goed. Dus ik ga dit kantje kijken of ik een malletje maak. Dat dit zo. Even kijken, dan moet hij zo komen. Of zo. Dan gaat hij er zo langs. Kan dat? Ja, hier zit de geleider, hier zit de zaag. Kan die zo zagen. Ik keek even in mijn laadje en ik heb voor om wiggen te zagen, heb ik dit ooit gemaakt. En als ik dit naar daarin leg. Is dit dan de schuinte? Als ik dit zo. Nou, het klopt aardig. Nou, ik wil de zaag. Zo. Ja, en dat plankje. Waar zit mijn tekeningetje? Oh, hier. Deze zit. Zo. Ups. Nou, ik denk dat ik even iets te ondiep zet. Als ik hier nou dit zo, ja, moet goed gaan. Ik zaag steeds van die kleine spietjes eraf en dan gaat er tussen die zaag zitten. Dan kan ik hier van dit blad even iets weghalen. Maar ja, als die ertussen raakt, doe ik de zaag uit. Ik ga alvast een beetje die kap omlaag doen. Zo, dat ik het niet in mijn gezicht krijg. Ik zie nou even niet mijn grote kap, die ligt ergens anders.
dan zit daar weer zo'n wichtje tussen en dan wordt hij omhoog gedrukt. En dat is gevaarlijk. Dan gaan we toch iets op verzinnen. Want ik vind dat toch niks. Ik ga deze nog even zagen. Nou, dat hoeft niet. We hebben hier wel een maat. En ik ga hier... Dus uit dat... Die kap ga ik... Of die houten... Ga ik hier een stukje uithalen. Want dan kan dat wichtje ertussen. Dan kan die weg. Zou je zeggen, ja, maar je hebt zo'n mooie kap hier zo. Of zo'n afdekkapje. Straks dan is die helemaal weer. Nou, en dan maken we gewoon weer een nieuwe natuurlijk. Maar dit ga ik even een stukje wegzagen. Nou, ik heb hier een klein stukje weggehaald. Zo. Dan kunnen die spietjes hier tussen. Dus als dit nou zo is... Zo zagen. Dan wil ik hier zo van zo'n klein stukje wil ik hier afzagen, maar dan kom ik met mijn hand wel heel dicht in de buurt. En wat doe ik dan? Dan heb ik een plankje en dat leg ik tussen de stop die er is. En ik weet dat die 12 moet zijn, dus ik kan het zo meten dat die 12 moet zijn. En dat is zover. Nou, ik stel mijn stop in. Zo. Zo. En om het nou goed vast te houden, leg ik nog een latje erop. Ik zie hem verschuiven naar achteren, dat hij dit kan doen. Dus ik moet hier achter ook nog wat hebben. Als ik hier nou dit plankje hier doe, zo op deze maat, kijk, nou kan hij niet meer dat doen. Nou nog een plankje voor daarvoor, dan hou ik hem zo vast. Eentje extra. Dus met kleine klosjes is het erg oppassen wat je doet. Dat hij niet eruit kan schieten. Alle mogelijkheden moet je in acht nemen. Dus ik mag niet met mijn hand te dichtbij. En het mag niet wippen. Hij wipt iets. Dit zit iets onder de oppervlakte van dit ding. En dat scheelt wel een dikte van een millimeter of 2. Dus dat kan drukken. Dat heb ik nou opgelost door mijn vinger hier te houden. Maar ik heb dit er ooit eens in gemaakt. En het gaat heel goed, want die naad is heel goed. Maar ik zou eigenlijk dit moeten losschroeven en dan 2 millimeter omhoog. Dat hij echt gelijk zit. Want dan krijg je dit soort dingen. Nou, ik weet dat het er is, dus ik hou daar rekening mee.
dat hij dat niet omlaag drukt. Nou, ik heb nou keurige pootjes. En hier zit nog een beetje spaanders en dit moet een beetje geschuurd worden. Dus voordat we straks in elkaar maken, moet dit een beetje netjes geschuurd zijn en scherpe kantjes eraf. En dan we gaan nu eerst deze plankjes maken. Ik zie dat het een soort eiken is. Als ik er doorheen kijk. Nou, het is, dat is behoorlijk dik, 22 mm. En 55 hoog. 22 bij 55. Dus dat gaan we nu even zagen. We gaan hem precies hetzelfde maken. Want dat heeft namelijk een voordeel met straks die deuvels maken. 22,55.